Goedemorgen met Christel. Ik ga vandaag een voorwerpenreading doen en een knipselreading. Dus die combinatie heb ik nog niet gedaan. Dus voor je geliefde in ieder geval. Wat gaat er in me om? En ik wil je bedanken voor je likes, je reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Wie nog niet lid is, vraag je vriendelijk om lid te worden. Ik vergeet nog wel eens de 80ste bij te zetten en daarom is het misschien handig als ik bijvoorbeeld de Christel Bloem niet intyp, dan kan je mij ook niet vinden. Dus het is misschien handiger dat je dat dan hebt. In ieder geval, je kunt kiezen uit drie eieren van edelsteen. Dit is de jade, groen. De tweede is de haoliet. En de derde is de lapis lazuli. In ieder geval tot zometeen. Doeg! Mensen met het jade-ei. Ik ga de spulletjes pakken. Even schudden. Kijk wat er uitkomt voor je geliefde. Nou, laat ik maar even beginnen. Heel veel kleine dingetjes ook. Ja, deze man heeft waarschijnlijk een masker op. Hier staat je maskers laten vallen. Kan heel bevrijdend zijn. Het kan zijn dat hij getrouwd is. Of dat jij getrouwd bent. Ja, deze zoon is niet zo snel. Het is net een slak. Ja, deze persoon schaamt zich ergens voor. Die heeft zich niet zo goed gedragen. Dus die kan wel met de handen voor de hoofd zitten van, oh, wat heb ik gedaan? Ja, het zelfbeeld van deze persoon is niet helemaal goed. Hij moet werken aan zijn zelfbeeld. Maar hij voelt wel dat jullie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ja, deze man is erg moe met de stoel. Het kan zijn dat hij een gezinnetje heeft. Of hij heeft hij verlangt naar een gezinnetje. Of hij heeft met jou een gezinnetje. Ja, je verlangt toch wel naar een fijn thuisleven, gezellig thuisleven, deze persoon. Kijk ook in de spiegel naar zichzelf. Ja, hij wil eigenlijk toch wel met jou samen in een kooitje zitten. Een veilige thuissituatie. Hij denkt ook aan de intieme momenten die jullie hadden. Ja, ridders en jonkvrouw. Ja, hij wil eigenlijk je ridder zijn en jij zijn jonkvrouw. Ja, hij vertrouwt er nou meer en geeft zich over aan het universum. Vertrouwen en overgave. Deze persoon is hard aan het werk om zijn zaadjes te planten en te laten groeien. Ja, hij wil er 100% voor gaan. Hij komt wel bij toeval achter dingen.
de huidige situatie. Ja, hij ziet het nou wel helderder met vergrootglas. Hij ziet het nou wel in, hoe het hij gedaan heeft en hoe de situatie nu is. Maar hij wil jou beschermen. Ergens tegen. Ja, hij wil eigenlijk wil je vrienden worden, kameraden. Contact zoeken. Ik zie ook wel een telefoontje. Maar hij is wel moe. Deze persoon is moe. Maar wel, hij gaat wel in zijn kracht komen. Maar deze beer ligt. Hij is wel moe van alles. Draagt wel een zware last met zich mee. Hij moet hard trappen. Ja, hij komt wel met een nieuwtje waarschijnlijk. Ja, hij wil naar rustige water varen. Deze persoon wil geluk. Samen zijn met jou. Ja, de zon gaat weer schijnen. En er komt misschien een cadeautje. Goed, laten we even kijken naar de voorwerpjes. Hier hebben we de Griekse ei. We hebben hier de G. De X. X kan ook voor een kusje zijn. Ja, hij voelt zich verbonden met jou. Voelt zich vastzitten met een koord aan jou. Het kan zijn dat een van jullie in de zorg werkt of hij is heel erg zorgzaam. Ja, hij vindt je zoet, hij vindt je lief. Ja, eet meer fruit, dus er moet wel meer fruit gegeten worden. Ja, hij vindt je hot. Ja, er komt de transformatie met de libellen. Ja, deze persoon wil eigenlijk meer speels zijn. Een dolfijn die door de hoepel heen springt. Wil meer speels zijn. Ja, jullie harten zijn met elkaar verbonden. Ja, het liefst neemt hij achterop met zijn paard achterop. Ja, samen door het leven trekken. Ja, misschien heeft hij zijn hart even afgesloten voor je, maar dat kan open. Want kijk, dit kan je zo open doen. Want er is liefde. Nou, dit is pistool. Ja, er komt een einde aan dingen wat niet goed is in het leven van deze persoon. Dingen gaan worden afgesloten. Ja, er is geld. Maar een 1 cent is niet zoveel, maar er is wel wat geld. Ja, deze persoon moet over blokkades heen springen. Ja, dit is de kandelaar. Jij laat misschien het lichtje voor hem branden. Jij stuurt hem licht. Ja, deze persoon houdt zich misschien een beetje schuil achter een waaier. Het kan zijn dat het nu sneller vooruit gaat met het vliegtuig, maar het kan ook zijn dat hij verder weg woont en naar je toe moet vliegen. Ja, deze persoon, ja, die wil gelukkig zijn. Gelukspoppetje. Poppetje. ja, 2 hoefijzers en een ster. Dus ja, alle wensen komen uit met de ster. En ja, het is echt geluk, 2 hoefijzers. En ja, nog een hartje. Deze persoon houdt van je. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Geef me die like. Doeg! Hallo mensen met dit ei. Hou lid. Welkom. Gaan we even kijken hoe het met jullie geliefde gaat. Nou, het lijkt erop dat jullie tweelingen zijn. Jij laat het lichtje schijnen voor deze persoon.
Hier staat, voelde ik echt wel wat ik voelde, zal het misschien ook tussen mijn oren zijn. Dus voelde ik echt wel wat ik voelde, zat het misschien toch tussen mijn oren. Dus deze persoon, ja, die twijfelt of het echt wel de gevoelens kloppen. Wie helpt mij? Ja, misschien dat deze persoon ook in nood zit met iets. Ja, deze persoon doet rustig aan. Of moet rustig aan doen. Deze persoon gaat wel meer, steeds meer in de kracht komen. Ja, hij wil misschien gedag zeggen tegen oude dingen. Of hij had tijdelijk afscheid van jou genomen. Deze persoon, ja, die staat een beetje met de handen over elkaar. Die is in afwachtende houding. Ja, deze persoon beseft ook wel dat hij deze rit alleen moet uitzitten en moet rijden. Ja, en dit is de woestijn. Ja, het is een zware last. De kamelen hebben een zware last op hun rug. Het is droog en het is moeilijk. Het is zwaar reis. Deze persoon zit van alles uit te puzzelen. Het kan zijn dat deze persoon van puzzelen houdt. Hier staat ook, wat heeft hij zich nodig om zich happy te voelen? Ja, misschien jou wel, hè? Ik deed vrolijk. Nou, deze persoon doet vrolijk, maar die huilt misschien in het hart, hè? Diep in zichzelf. Die wil graag op vakantie, deze persoon. Ja, misschien hoopt deze persoon op antwoorden, misschien van jou of van het universum. Ja, deze persoon heeft misschien een oud adempauze genomen. Ja, woestijn. Ja, voelt zich in de woestijn zitten. Dus ja, misschien is er nog geen uitzicht op iets. Misschien een blokkade, maar deze persoon houdt van jou. Ja, misschien inspireert jij deze persoon of hij jou. Er is wel echt een liefde hier. Deze persoon is wel meer bewust van dingen. Maar voelt zich misschien gebruikt. Maar de zon gaat wel schijnen voor jullie. Ik zal nog een paar erbij doen. Maak het bond. Ja, misschien is er iets geweest dat jullie het bond maken met elkaar. Oh, dit hoort er niet bij. Focus, gefocust misschien te veel op de ander. Ja, misschien steeds zo met andere dingen bezig. Om een afleiding te zoeken. Maar deze persoon wil wel de sprong wagen. Met jou. Ja, deze persoon wil sfeer en warmte. Ja, het kan zijn dat deze persoon een boer is of op de boerderij werkt. Maar deze persoon draagt een zware last met zich mee. Ja, deze persoon wil graag een kus van jou ontvangen. Goed, laten we kijken naar de voorwerpjes. We hebben hier letter U, letter T, letter Z, letter V, letter R. Ja, het komt een nieuw begin, een passioneel nieuw begin. Maar deze persoon is wel angstig voor het nieuwe begin waarschijnlijk. Maar hij vindt jou een diamant. Ja, deze persoon heeft wel wat geld. Voelt zich verbonden met jou. Ja, deze persoon is wel bang voor geroddel.
Ja, misschien voelt deze persoon zich in de knoop zitten. Nou, deze persoon moet misschien wat flexibel zijn. Maar het is nog even wachten op deze persoon. Divine timing. Ja, de engelen die waken over deze relatie. Ja, deze persoon is misschien ook knuffelbeer en draagt het hart van jou in zijn hart. Deze persoon ja, laat misschien een licht schijnen, of jij hebt hem, de vuurtoren. Deze persoon wil vrede met je. Ja, jullie harten zijn met elkaar verbonden. Deze persoon is misschien wat geld aan het verzamelen voor de moeilijke tijden. Komt een verandering van windrichting. Deze persoon wil in een andere situatie stappen, met jou waarschijnlijk. Ja, deze persoon wil de sleutel naar je hart vinden. Ja, er komt veel geluk, lavertje 4. Ja, dingen worden verankerd, er is hoop. Dus het schip gaat ze aanleggen. Het gaat voor anker. Ja, deze persoon is echt een familiemens en is sterk. Deze persoon wil dat de wensen uit gaan komen, dus de wensput. Maar moet ook zo'n diep graven in zichzelf. Ja, deze persoon wil met jou samen door het leven zwemmen. De twee dolfijnen. Ja, ik heb toch het gevoel van tweelingziel, deze groep. Ja, deze persoon, ja, die wil je misschien een cadeautje geven. Deze kan ook helemaal open. Ja, misschien moet jij open kaart spelen met deze persoon. En hij met jou. Nou ja, er is misschien een cadeautje. Deze persoon wil jou de liefde aanbieden. De cup van liefde. En dat is de ooievaar voor een nieuw begin. En dat is met de baby erin, hè, met de ooievaar. Voor het nieuwe begin. Misschien ga je ook wel verhuizen. Daar kan ook, staat Olivier ook voor. Verhuizen. Goed, dat was deze groep. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg! Hallo groep 3. Met deze lapis lazuli. Kijk hoe het met jullie persoon gaat. Ja, deze persoon zegt geen berg te hoog. Ja, misschien is hij verslaafd aan je of aan andere dingen. Ja, deze persoon wil met jou gezellig eten, uit eten gaan. Gezellig mee wandelen, de natuur in. Deze persoon voelt zich droevig op het ogenblik. Ja, wil eigenlijk misschien contact hebben. Ja, bellen. Ja, hij wil bellen en ja, overwinnen. Maar hij wil je een kus geven. Ja, misschien heb jij een kind van hem. En kijkt hij naar je toe. Misschien heeft hij zelf een kind bij een andere vrouw, kan ook, hè. Maar ja, hij wil een gelukkig gezinsleven in ieder geval. Ja, deze persoon houdt misschien van de herfst.
Ja, ik vind jou wauw. Als je niet springt, kun je niet vallen, maar ook niet vliegen. Ja, deze persoon moet dus gaan springen, maar is misschien bang om te vallen. Maar jij moet gaan vliegen, deze persoon. Jij bent zijn prinsesje. En als je voor hem anders kan, dan ben je zijn haar prins. Hij is er weer. Hij wil weer komen in je leven. Want weet je, het spijt me echt. Deze persoon heeft erg spijt van zijn acties. Ja, deze persoon wil aan land komen. Wil zijn doel bereiken. Hij wil snel vooruit. Wil het geluk gaan plukken. Ja, wil je weer ontmoeten? Dit is rijkdom voor mij. Jij bent zijn rijkdom. Dit is een pittig gesprek. Hij beseft dat het een pittig gesprek wordt als hij komt. Hij wil vertrekken uit de oude situatie. Ik zal nog wat pakken. Ja, het kan zijn dat hij wil scheiden. Misschien zijn jullie gescheiden op het ogenblik. Ja, deze persoon kijkt nu door een vergrootglas heen. Ik heb het nou een beetje door. Ziet het nou helderder? Ja, het oordeel. Misschien dat aartsengel Michael komt en die zegt van nou moet je luisteren. Die man met de hoorn van het oordeel. In ieder geval, ja, hij heeft misschien zijn stekels opgezet. Was misschien in de verdediging. Was een beetje prikkelig. Is misschien prikkelig in de huidige situatie. Maar hij is nou meer aan het kijken, ook meer aan het voelen. Ook kijken in zichzelf. Doet het nooit goed. Hij zit wel een beetje van in de slachtofferrol van ik doe het ook nooit goed. Ja, door een ringetje. Ja, je bent door een ringetje te halen. Hij heeft wel waardering voor je. Ja, hij wil weer meer glans in zijn leven. Deze persoon is aan het transformeren. En hij wil jou de cup van de liefde aanbieden. Goed, gaan we even wat voorwerpjes doen. We hebben letter T, letter S. Kan voor- of achternaamsletter zijn. Hè? De L. En de letter N. Nou, in ieder geval, de persoon heeft wel geld. Of het gaat toenemen, want het is van 1 cent naar 2 cent. Dus het geld gaat toenemen. Ja, tweelingen, jullie kunnen een tweeling zijn of sterrenbeeldtweeling. Ja, deze persoon wil weer kunnen lachen in het leven. Zijn nog wel geheimen? Hij is niet eerlijk geweest. Dit kan ook staan voor intuïtie, dat hij zijn intuïtie meer volgt. Meer ook spiritueel is, met Boeddha. Hij voelt zich verbonden met jou, met de koord. Ja, deze persoon wil misschien contact met je opnemen. Ja, deze persoon moet meer fruit eten. Ja, deze persoon vindt jou de beste. Deze persoon zit nog vast in een situatie met de handboeien.
Maar deze persoon wil de sleutel van je hart vinden, dat jullie verbonden zijn met elkaar. Ja, deze persoon wil een meer speelse leven. Een dolfijn die door een hoepel springt. Deze persoon wil een nieuw begin, de waarheid zeggen, communiceren met jou. Ja, deze persoon zit nou nogal in een zware periode. Verbonden dus, ja, die is eigenlijk de duivel. Ja, met de hand doe je aan iemand anders vast, die hem niet dient. Deze persoon moet dingen in balans brengen. Draagt een zware last mee. Deze persoon, ja, die wil dus speels zijn, hè. Ja, er komt een nieuw begin met het speen. Dat is een baby. Een baby is een nieuw begin. Het kan ook zijn dat hij ook nog innerlijke kindproblemen heeft. Maar deze persoon gaat ontsnappen uit het koortje waar hij nu in zit. Deze persoon, ja, de engelen zijn bij hem. Die helpen hem. En dan is ja, over de rainbow, ja, er wacht een pot met goud en geluk. Dus komt geluk aan in deze situatie. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En ik hoor graag jullie reacties. En tot de volgende keer. Doei!